Welkom bij Boerenbusiness TV. Aan tafel zit Lubbert van Delle, agrarisch directeur van Akken AVM. En samen met Lubbert gaan we de vragen beantwoorden die melkveehouders aan ons hebben ingestuurd over fosfaatrechten. En in deze aflevering heeft dat als centraal thema grondgebondenheid en regelgeving. Nou, Lubbert, welkom. Dank je. Laten we direct met de eerste vraag beginnen. Dat is van de VOF Schrotenboer die we binnen hebben gekregen. Dat is eigenlijk een best wel een heel verhaal. Dat is, Vos Schrotenboer heeft 75 hectare in eigendom. Op het moment van de peildatum mogelijk hij 62 melkkoeien en 70 stuk jongvee. Om meer ook om te kunnen uitbreiden. Had alle procedures juridisch doorlopen. Maar zijn stal moet anno nu, anno 2016, nog worden gebouwd. Maar de graafwerkzaamheden zijn al wel gedaan. Ja, hoeveel fosfaatrechten kan hij verwachten? En adviseert hij hem om verder te gaan bouwen? Waarbij overigens denk ik wel goed is om eventjes nu te zeggen dat de antwoorden die jij geeft, je naar alle eerlijkheid gaat doen. Maar dat heb je ook aangegeven, dat er geen rechten aan kunnen worden ontleed. Noem dat nog eventjes als extra erbij. Ja, helaas moet ik wel beginnen met die opmerking, ja. Maar je hebt hem al voor me gemaakt. Als je kijkt naar Schrotenboer, is het denk ik bij Schrotenboer erg van belang om gewoon een stukken wat scenario's voor hem op een rij te zetten. En ook na te gaan wat hij uiteindelijk financieel kan dragen. Uiteindelijk om er gewoon voor te zorgen dat dat gebouw niet de strop om de nek wordt. Als je er bij hun naar kijkt, 75 hectare, 62 melkkoeien en 70 stuks jongvee. Dan is het in de basis gewoon een heel extensief bedrijf. Dus punt 1 is, krijgt zo'n bedrijf een korting of geen korting? Nou, dit bedrijf, zoals de brief geschreven is en als de regeling daadwerkelijk conform de brief wordt uitgevoerd, dan mag je ervan uitgaan dat dit bedrijf geen korting krijgt. Dat betekent dus dat je eigenlijk de fosfaatrechten bij hun kunt inschatten op basis van die 62 melkkoeien en die 70 stuks jongvee. Ja. Maar veel meer dan het vee wat hij op die peildatum had, ja, dat is maar sterk de vraag. Ik moet wel zeggen, hij heeft meer dan 10 stuks jongvee per 10 melkkoeien. Dus hij zou mogelijk in aanmerking kunnen komen voor een startersregeling. Omdat hij jongvee aanhoudt wat hij in de toekomst wil melken. Ja. Maar laat ik het zo zeggen, ik sluit de kans niet uit dat. Maar tegelijk kan ik daar geen enkele garantie of wat ook maar voor geven. Maar daar zit een kleine kans toe. Ja. Het lijkt mij verstandig, als ik de adviseur van Schrotenboer was of bij hun aan tafel zat, zou ik beginnen met op basis van 62 melkkoeien en 70 stuks jongvee de kilogrammen fosfaat te bepalen zonder korting. En gewoon te kijken, waar kan ik komen als ik mijn jongveebezetting drastisch verlaag, vervolgens de gemiddelde productie, misschien is daar wat haalbaar, en daarnaast het voerspoor toepassen. En zij bouwen een nieuwe stal. En het is bij hun erg van belang om die stal zo te bouwen dat ze het maximale uit het voerspoor kunnen halen. Dus zo efficiënt mogelijk kunnen voeren. Want daar zit bij hun de ruimte. En dat is de enige manier, ja, om die stal uiteindelijk redelijk gevuld te krijgen. Ik verwacht dat met 70 stuks jongvee en 62 koeien, kan die echt wel aan een 120 melkkoeien toekomen. Maar dan wordt wel het uiterste in het voerspoor van hem verwacht. Ja. En aanzienlijke daling van de jongveebezetting. Ja, en voor het totale plaatje, de fosfaatproductie gaat daar niet stijgen. Een heel uitgebreide antwoord. Ja, maar hier zit uiteindelijk ook heel veel antwoorden op vervalvragen in. Nou, want het is denk ik ook een generiek, zeg maar. Kan dat een generiek advies zijn voor bedrijven die precies tussen wal en schip vallen, die bezig waren met bouwplannen? Terwijl de datum van 2 juli 2015 de peildatum werd gepasseerd. Het advies is, wat is als je vanuit veiligheid naar de brief kijkt, de kilogrammen fosfaat waar je vanuit mag gaan. Wat is vanuit onveiligheid waar je op uitkomt. En vervolgens kun je in je achterhoofd houden dat je fosfaatrechten gaat kopen. En misschien heb je meevaller dat je ze kunt overnemen uit een andere sector. Ja. Maar dat is het dan ook. En je zult wel op dit moment een beslissing moeten nemen. Ja, die stal, daar wordt nu mee begonnen. Ja. En daar gaat hij mee door, tenzij hij zelf op de stopknop drukt. En mijn advies is op dit moment niet om op voorhand sowieso op die stopknop te drukken. Maar het is goed om de vinger er eens even boven te houden. Want je zit nu wel in een traject dat dit, ja, over 30 of 40 jaar wordt het besluit wat hij nu neemt, is heel erg bepalend voor de toekomst van zijn bedrijf. Ja.
En ik moet meer van zijn financiën weten om uiteindelijk de deal richting positief of negatief te geven. Ja, daar zit de druk er wel op. De druk zit er echt op bij dit bedrijf. Ja. Ja. Nou, gaan we gelijk naar de volgende vraag. Dan duiken we wat de diepte in. Dat is van de familie Guichelaar. Die vraagt van tellen na 1 januari 2017 de BEX en de BEP, de BEP, rechten überhaupt nog mee? En wordt het nu duidelijk dat de kringloopwijzer of BEX meegenomen wordt voor de efficiëntie? Ja, nadrukkelijk, en daar ben ik ook wel blij om, is ook voor de tweede keer, dus ook in de tweede ronde van de wedstrijd, zeg maar, is door de staatssecretaris aangegeven dat het voerspoor mogelijkheden biedt. Dus dat het BEX-traject, mits goed geborgd, want dat moet nog wel worden uitgekoud, mogelijkheden biedt. En dat, ja, je krijgt dus fosfaatrecht op basis van forfaitaire normen. En je mag middels het voerspoor aantonen dat je efficiënter met mineralen, lees fosfaat, omspringt. En ik denk ook dat dat milieutechnisch een heel goed besluit is. Want dat is ook precies wat milieukundig erg verantwoord is. Okay. Helder. Gaan we naar de volgende vraag. Dat is van Jan Gommers. En eigenlijk een soort vergelijkbare situatie. Huur in plaats van pacht speelt ook bij de familie Guichelaar. In het verleden ben ik altijd grondgebonden geweest. Echter in 2015 had ik toevallig 6 hectare verpacht. Ook had ik op dat moment van de peildatum 8 koeien opgeruimd om onder de fosfaatreferentie te blijven. Verlies ik door deze transactie nu mijn grondgebondenheid en dus ook mijn fosfaatrechten voor deze 6 hectare? Ja. Nou, de familie Gommers die gaat er eigenlijk vanuit dat fosfaatrechten op hectares zitten. En fosfaatrechten worden enkel en alleen uitgedeeld op gehouden melkvee, rundvee en jongvee. Dus voor Gommers is eigenlijk het verlies van die 6 hectare hoogstwaarschijnlijk nauwelijks bepalend. Of hij moet al daardoor net extensief of niet extensief zijn geweest. En dan kan het hooguit invloed op de korting hebben van 8% of 4%. Ja. Maar dat weten we dus nog niet. Maar voor hem is veel bepalender dat hij op de pijldatum 8 koeien had geruimd. En die 8 koeien die hij op die pijldatum had geruimd, ja, dat is zeker bepalend, want de rechten worden uitgedeeld op basis van de koeien die hij op dat moment had. Ja. Ik moet wel zeggen, het is de koeien keer de melkproductie. En doordat hij die koeien had geruimd, zal hoogstwaarschijnlijk de gemiddelde melkproductie over het hele jaar weer iets hoger liggen. Ja. En daardoor wordt hij ook weer voor een belangrijk deel gecompenseerd. Maar ik denk wel dat hij daar een stukje nadeel van ervaart. Dus pure pech, waarschijnlijk. Ja, zo mag je het wel omschrijven. Ja. Ja. Gaan we naar de volgende vraag, en dat is van de heer Stevens. En die zegt, stel dat fosfaatrechten niet gelden voor zoogkoeien, is dan een regeling getroffen om te voorkomen dat melkveehouders bij het inwerking treden van de recht straks de lege plaatsen gaan opvullen met zoogkoeien? Ja, de fosfaatrechten worden nadrukkelijk toegekend aan melkrundvee, dus aan melkkoeien en jongvee wat ooit melk gaat geven, en dus niet aan zoogkoeien. Het is mogelijk dat melkveehouders die ruimte straks op gaan vullen, maar ik acht de kans uiterst klein. Waarom? Per saldo is de veestapel best gegroeid over de periode 13, 14 en 15. De rechten worden uitgedeeld op basis van de aanwezige veestapel in juli 15. Toen zat er al zo'n druk op fosfaat. In die zin vrijgekomen plaatsen opvullen met zoogkoeien. Ik acht de kans klein. Het zal bij enkele extensieve bedrijven die onvoldoende in hun eigen ogen worden gecompenseerd, is bij een heel enkeling misschien die aanleiding aanwezig. Maar in groots en ganzen denk ik dat het nieuwe beleid eerder zorgt voor minder vlees en zoogkoeien dan dat het voor meer zorgt. Dus het zal geen concurrentie zijn op de markt. Wat dat betreft. En onderschat zeker niet de druk die er vanuit de AMVB gaat. Hè? Dus fosfaatrechten is maar een stukje van de mestwetgeving. En de AMVB, grondgebondenheid, is er ook. Ja, die impact moet ook niet onderschat worden. Er is melkveehouders zijn met z'n allen op zoek naar 30.000 tot 50.000 hectare grond. Dat zijn stevige oppervlaktes. En die zijn nog niet gevonden. Nee. Okay. Gaan we naar de volgende vraag. Dat is van Jan Peters. Tijdens de meistelling beschikte mijn bedrijf over 10 hectare glasland, 25 hectare bouwland. Dus in totaal 1625 kilogram. Mijn fosfaatproductie was toen 1400 kilogram. Wat betekent een ruimte tussen van, ik moet rekenen, 225 kilogram. Op 2 juli beschikte ik door een aantal wijzigingen zelfs over 600 kilo ruimte. Ja, welke meting is natuurlijk rechtsgeldig? En hoe gaat de regeling hiermee om? Ja, nou, de nieuwe regeling
En dan citeer ik puur de brief. En dat kan in de daadwerkelijke regeling wel eens anders uitvallen. En zeker de Tweede Kamer heeft meestal ook wel oog voor bepaalde knelgevallen. Maar als je kijkt naar deze vraag, dan is in de brief weggeschreven dat extensieve bedrijven maximaal geen korting krijgen. Nou, als je kijkt naar Jan Peters, dan is dat een bedrijf wat welke berekening die ook gebruikt, beide keren heeft hij ruimte. En hij heeft dus ruimte over en die ruimte die hij over heeft, die is bij die 600 kilo zelfs aanzienlijk meer dan 8% en bij die 225 kilo zit het ook in die richting. Dus beide keren heeft hij ruimte over die groter is dan de verwachte korting. Nou, en in die zin zou je er bij hem vanuit mogen gaan dat hij uiteindelijk geen korting krijgt. Nou, en voor de diehards qua rekenwonders, je pakt de GDI van 2015 qua hectares, daar reken je de plaatsingsruimte op uit. En de veestapel die aanwezig was op 2 juli met de melkproductie die gemiddeld over het jaar 2015 aanwezig was. En zo kun je die rekensom maken. Dus hij komt gunstig uit de bus. Die verwachting dat hij geen korting krijgt, is reëel aanwezig. Okay. Maar ik heb de indruk dat Jan Peters wat meer ambitie had. En anders stelt hij deze vraag ook niet zo. Ja. Gaan we naar de volgende vraag, die is van Jos Franke. Ten tijde van de peildatum had ik een mondelinge samenwerkingsovereenkomst met een collega boer over het gebruik van zijn grond. Ja, in hoeverre is een dergelijke mondelinge afspraak voor een excessief bedrijf rechtsgeldig? Nou, als je kijkt naar Jos Franke, dan is eigenlijk de registratie is erg bepalend. Dus bij Jos Franke pak je de GDI erbij. En in eerste instantie is de vraag wie had in de GDI van 2015, dus de meitelling van 2015, die grond op naam. Heeft Jos dat opgegeven, dan wordt aan het RVO-nummer van Jos wordt dat toegekend. Tegelijk moet ik wel zeggen dat hij vraagt over grond, maar de basis van fosfaatrechten begint met vee. Ja. Dus grond is hooguit relevant om geen korting te krijgen. Oké, helder. Nou, dan gaan we eigenlijk naar de laatste vraag voor deze aflevering. Dat is een uitdagende vraag gesteld door Wiebere Verstralen, beleidsadviseur Milieu van LTO Nederland. Die zegt, stel, ik heb nu een redelijk hoge melkproductie per koe en aardig wat bouwland. Ik ben qua grondareaal gegroeid na 2014, maar heb te weinig grond voor de ANVB. Wat raadt u mee aan? Efficiëntie verhogen of juist extensiveren? Nou, de clue van de vraag van Verstralen die zit eigenlijk in de ANVB. Hij stelt deze vraag vanuit een bedrijf wat behoorlijk gegroeid is. Want anders kun je niet en in grondareaal groeien na 14 en toch nog te weinig grond hebben voor de ANVB. Dus dit is een bedrijf wat blijkbaar behoorlijk gegroeid is en dus nog meer grond nodig heeft. Ik weet niet in welk gebied dit bedrijf zit, maar dat vind ik persoonlijk wel erg bepalend. Dus hoe gemakkelijk is het voor dit bedrijf om nog meer grond onder zijn bedrijf te krijgen? Nou, lukt hem dat om nog meer grond onder het bedrijf te krijgen? En in de buurt met verdere samenwerkingsverbanden en meestal in akkerbouwregio's lukt dat? Ja, dan zou ik vooral die extensiveringsroute pakken. Maar zit je in een gebied met een hoge gronddruk of ook een hoge druk die er eigenlijk op ligt, dan is efficiëntieverhoging op korte termijn wel het meest renderend. Tegelijk sluit ik gewoon absoluut niet uit dat uiteindelijk als de regelgeving één keer gezetteld is, dat uiteindelijk die ruimte om die grond onder deze groei te krijgen er ook wel weer komt. Ja. We denken nu met z'n allen dat het heel erg met vee en grond heeft te maken, maar efficiëntie verhogen is een heel serieus spoor. En ook milieukundig erg van belang. Dus een kernachtig antwoord voor deze vraag. Je moet eigenlijk de grondmarktomstandigheden rondom dit bedrijf weten. En in de kern zou ik misschien wel een beide inzetten. Ja, het hangt daar ook wel een beetje af in welke regio zo'n bedrijf zit. Ja. Maar welke mogelijkheden die daarin heeft. Ja. Maar in de kern zou ik beide doen, want daar zit de meeste ruimte. Zowel die grond eronder trekken, als aan de andere kant die efficiëntie verhogen. Okay. En dan kan het bedrijf gewoon doorontwikkelen. En dat is blijkbaar ook wat dit bedrijf wil, maar die is stevig gegroeid. Okay. Tot zover. Dank je. De volgende keer, en dat is morgen, gaan Lubbert weer een nieuwe serie vragen beantwoorden. En dat heeft dan als thema handel en pacht. Tot de volgende keer.